In totaal, laten we het even samenvatten, aan financiële input voor de Nederlandse economie zo tussen de 2,2 en 3,7 miljard euro. En daarnaast aan werkgelegenheid, nou, laten we zeggen tussen de 7,6 en 14,7 duizend FTE. De aanwezigheid van bijzondere financiële instellingen in Nederland levert Nederland voordelen op. Maar er zijn wel degelijk ook nadelen en dat is met name in termen van reputatierisico. Een heel belangrijk reputatierisico is dat Nederland in het rijtje wordt genoemd met belastingparadijzen. Bijvoorbeeld omdat het mogelijk zou kunnen zijn om de constructies die we hier hebben ook te gebruiken om überhaupt geen belasting te betalen. Dus niet om dubbele belastingheffing te voorkomen, maar om überhaupt geen belasting te betalen. Belastingontwijking noemen we dat. Dat is overigens niet illegaal. Het is gewoon, het mag. Alleen het is, gaat tegen de geest van de wet in, zou je kunnen zeggen. Het raakt aan morele verontwaardiging. Nou, om welk deel van die stromen gaat het dan? Bijvoorbeeld in Nederland stroomt in 2012 zo'n, nou laten we even naar boven afronden, 90 miljard euro erin aan dividend, 90 miljard euro eruit. En over welk deel van die stroom zou je nou kunnen denken, nou daar zou sprake kunnen zijn van belastingheffing. Nou, dat ligt zo ongeveer tussen de 3 of 23% van die stroom. Daar zou je van kunnen zeggen, nou, daar over die stroom wordt belasting ontweken. Dat betekent dus dat over een groot deel of geen belasting wordt ontweken of er geen fiscale motieven zijn. Een tweede nadeel is dat als gevolg van de verdragen die wij hebben, bijvoorbeeld met ontwikkelingslanden en de constructies die we hebben, het zo zou kunnen zijn dat ontwikkelingslanden inkomsten missen. Dat is op dit moment ook een argument in de politieke discussie die ook weer raakt aan die moraliteit. Om welk bedrag gaat het dan? Dan gaat het afhankelijk van wat je een ontwikkelingsland noemt. Zo tussen de, laten we zeggen, 200 en 800 miljoen euro per jaar dat de ontwikkelingslanden mis zouden lopen aan belastinginkomsten. Daarbij moet ik wel opmerken, daarbij gaan we ervan uit, dat er geen verplaatsing is. Dus stel dat er een constructie onmogelijk wordt gemaakt, dan zou het zo kunnen zijn dat er ook helemaal geen handel meer wordt gedreven met dat ontwikkelingsland. Dus voor dat ontwikkelingsland zelf kunnen die gemiste belastingopbrengsten iets zijn dat ze maar accepteren omdat er andere voordelen tegenover staan. En die afweging hebben we niet gemaakt. Wat kan Nederland doen op beleid? Nou, ik denk drie belangrijke knoppen. De eerste knop is dat we meer transparantie krijgen, zodat jij en ik weten hoeveel belasting in welk land wordt betaald door IKEA, Google, Amazon enzovoort. De dingen waar jij producten van afneemt. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat dat de politiek explicieter uitspreekt wat zij een minimum redelijk tarief vindt dat bedrijven betalen aan belasting. Nu zit er bijvoorbeeld in Nederland wel impliciete grenzen, bijvoorbeeld in de deelnemingsvrijstelling. Die komt er ongeveer neer op 10% om en nabij. Is dat inderdaad de expliciete grens die wij uitspreken met z'n allen? Dus daar meer duidelijkheid. En de derde knop, dat is er meer in voor de lange termijn, het harmoniseren van tarieven en grondslagen. We proberen dat in Europa al, maar dat zijn we al lang mee bezig. En ik zie dat niet op de korte termijn gebeuren. Ik zelf, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, denk dat het goed is dat het mogelijk is om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dus dat er iets van deze constructies zijn, is denk ik goed. Want dat is ook goed voor een land als Nederland dat erg afhankelijk is van internationale handel. En als je dubbele belasting moet betalen, dan beperk je internationale handel. Aan de andere kant denk ik wel dat je van bedrijven mag verwachten dat ze belasting niet louter als kosten zien, maar ook als een bijdrage aan het maatschappelijk verkeer. En ik denk dan ook dat het onderdeel is van een in ieder geval moderne bedrijfsvoering, dat je het betalen van belasting als een maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet.